Is ook gebaseerd op een onderbuikgevoel. Het gevoel van het zal wel slecht zijn, dus ga ik die maatregel wel nemen. Alternatief wat je hier dan voor moet gaan gebruiken, dat ligt hem in bijvoorbeeld houten bestek of in metaal. Maar wat je daarvan ziet is dat de milieubelasting daarvan weer vele malen hoger is. Dit is een plastic draagtas en die zitten hier in deze stapel. Dit zijn 150.000 draagtassen. Hier hebben we dezelfde formaat in papieren draagtassen. Dit zijn de 15.000 draagtassen. Dit is om een beetje weer te geven dat om dezelfde hoeveelheid draagtassen te maken heb ik maar 1/10 van de hoeveelheid materiaal nodig. Ten opzichte van een papieren draagtas. En dat is het grote verschil in de milieudruk. En het recyclen van papier is ook, want je hebt heel veel energie nodig om het schoon te maken en opnieuw te kunnen gebruiken.